Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn vandaag toe aan Genesis 34, maar eerst gaan we nog even terug naar de aankomst van Jacob in het beloofde land, waar we het de vorige keer over gehad hebben. In Genesis 33 waren we getuigen van een ontmoeting tussen twee broers, die elkaar jarenlang niet gesproken hadden. Ze waren met een flinke ruzie uit elkaar gegaan, zo erg zelfs dat de een vreesde voor zijn leven en hals over kop het ouderlijk huis heeft verlaten. Ruim twintig jaar later. Keert hij terug, rijk, met vrouwen en kinderen. Hij is ouder geworden. Hij heeft God ontmoet. Van alles heeft hij meegemaakt in de jaren. Maar hij is niet vergeten hoe zijn broer en hij uit elkaar gingen. En als hij dichterbij komt, is hij bang voor hoe het zal gaan. En hij stelt zich op het ergste in. Het valt gelukkig reuze mee. Zijn broer komt hem snel tegemoet en valt hem om de hals. De tweeling Jacob en Ezou. Verzoenen zich met elkaar. Ze zijn allebei enorm veranderd bij het ouder worden. Vroeger waren ze erop uit om zoveel mogelijk zelf te krijgen, desnoods ten koste van die ander. En nu wil Jacob Ezou een groot geschenk geven, maar Ezou weigert. Ik heb al zoveel, hou het maar zelf, zegt hij. Ze hebben geleerd om te geven in plaats van te nemen, en daar worden ze betere mannen van. Ook in deze gebeurtenissen zien we de hand van God. Jacob heeft de Heere om hulp gevraagd voor de ontmoeting met Ezou, en het loopt allemaal veel beter dan hij ooit had durven dromen. Zelf hoopte hij Ezou goed te stemmen door hem een flink cadeau te geven, maar God heeft Ezou's hart al zo voorbereid dat het niet hoeft, waardoor ze elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Als er problemen zijn in onderlinge relaties, is het van groot belang om eerst naar God te gaan, om de hulp van de Here te verwachten. Bij hem is zoveel meer mogelijk dan wij beseffen. Hij kan harten veranderen en mensen weer bij elkaar brengen, ook als wij er zelf misschien niet eens op durven hopen. Er is geen garantie dat alles goed komt, maar één ding is zeker: met God is er meer mogelijk dan in eigen kracht of met onze eigen wijsheid. Het betekent echter niet dat Jacob en Esau vanaf hier samen optrekken. Esau wil graag samen met Jacob reizen, maar die houdt de boot af. Hij wil rustig met zijn eigen familie verder trekken. En ze ontmoeten elkaar pas weer op de begrafenis van hun vader. In deze uitzending zijn we aangekomen bij Genesis 34. Nadat Jacob is verlost van de problemen met Laban en Esau. Lijkt de rust te zijn weergekeerd. Maar de rust is van korte duur. Jacob maakt een fout door in Sichem te stoppen. Bij Sichem gebeurt iets vreselijks. Het heeft grote gevolgen voor het hele gezin. Er komt bijna een huwelijk tot stand tussen Dina, de dochter van Jacob en Lea, en Sichem. Dina wordt door Sichem, de zoon van de Hevitische koning Gamor, onteerd. Vervolgens nemen Simeon en Levi, twee volle broers van Dina, wraak door alle mannen van de stad te doden. Dit gewelddadige optreden is verkeerd en werpt een smet op het gezin van Jacob. Aan de andere kant laat het nog eens duidelijk zien waarom Jacob weg moest uit Haran. Wat Simeon en Levi daar geleerd hebben, komt bij Sichem op een verschrikkelijke manier openbaar. Het is belangrijk om te beseffen dat de Heere God Jacob niet voor niets uit Haran weg wilde hebben. In Genesis besteedt God veel tijd aan twee dingen. Het eerste zijn de nakomelingen. De Heere God vindt het erg belangrijk dat een gelovige met een gelovige trouwt. Dat is ook belangrijk voor de kinderen die in het gezin worden geboren en opgroeien. Het tweede is de omgeving waarin de stamvader en de nakomelingen leven. De plaats waar mens opgroeit heeft invloed op de keuzes die in het leven gemaakt moeten worden. Vooral in het leven van Jacob blijken dit belangrijke dingen te zijn. Jacob heeft een groot gezin. Er worden niet alleen twaalf zonen genoemd, maar ook een dochter. Dina wordt in Genesis 34 genoemd omdat zij in dit trieste hoofdstuk een rol speelt. Daarnaast is er nog een ander opmerkelijk punt in het Bijbelboek Genesis. In alle gezinnen van de aartsvaders zijn problemen. In de gezinnen van Abraham en Isaac was van alles aan de orde. Het leidde tot heel veel problemen. In Genesis 34 ontdekken we dat er ook in het gezin van Jacob veel moeilijkheden waren. Jacob was in Sichem aangekomen en bleef er een poosje wonen. Maar dat bezorgde hem veel nadigheid. Genesis 34 is naast een heel verdrietig hoofdstuk ook een heel gewelddadig en gemeen hoofdstuk. De gebeurtenissen die er plaatsvinden, moeten het hart van de oude Jacob gebroken hebben. Jacob, of eigenlijk moeten we hem nu Israël noemen, heeft een altaar gebouwd. En hij getuigt: er is maar één God, en dat is de God van Israël. Jacobs leven is aan het veranderen, maar het gaat niet snel. Het is een langzaam groeiproces. Goed om even bij dit punt stil te staan. Er zit ook voor ons vandaag een les in om van te leren. Verwacht niet dat je als Christen in één keer naar geestelijke volwassenheid groeit. De Heere God neemt ons in Christus aan als kinderen in zijn gezin. Omdat de Heilige Geest ons voedt onderwijst en opvoedt. Zijn we in staat om geestelijke waarheden te begrijpen en ernaar te leven? Maar geestelijke groei is een proces. Een baby die geboren wordt, is ook niet van het een op het ander moment een volwassen man of vrouw. We leren waarheden uit de Bijbel, maar we zullen ontdekken dat we in ons dagelijks leven vaak lijken op Simon Petrus vallen en opstaan. God zij dank. Dat Simon Petrus elke keer weer overeind mag komen, het stof van zich af mag kloppen en opnieuw kan beginnen. Er waren dagen dat hij heel dicht bij de Heer leefde, maar er waren ook andere dagen en momenten. Wij moeten ons realiseren dat geestelijke groei in het leven van een mens een proces is en dat die groei ook langzaam gaat. Soms verwachten ouders te veel van gelovige kinderen. Laten we niet te veel van anderen verwachten, maar veel van God. In het Bijbelboek Genesis vinden we drie hoofdstukken die een mens na lezing het liefste had overgeslagen. Het zijn geen mooie geschiedenissen. Ze hebben alle drie te maken met de kinderen van Lea. Lea is de oudste dochter van Laban. Laban had haar met een list aan Jacob als vrouw gegeven. Omdat Jacob van Rachel hield. Gaf Laban hem ook Rachel als vrouw. Maar dit menselijke gekonkel en gedraai heeft alleen ellende gebracht en moeilijkheden. Het laat ook zien dat God een huwelijk met meer dan één vrouw niet goedkeurt. Het feit dat Jacob er tot op zekere hoogte toe werd gedwongen verandert er niks aan. Jacob zelf heeft met de situatie ingestemd en is met beiden verder gegaan. In genesis 34 tot en met 38 zullen we ontdekken dat alle kinderen van Lea betrokken zijn bij verschillende zondige praktijken. In genesis 34 gaat het om Simeon en Levi. In hoofdstuk 35 om Jacobs oudste zoon Ruben. In hoofdstuk 38 gaat het om Juda. Elk van de zonen van Lea valt in zonde. En heeft een donkere kant in zijn leven. We hebben al van alles gezien in de gezinnen van de aartsvaders. Maar nu komt er nog meer bij. Er gaan nu dingen voorkomen, zonden, in het gezin van Jacob, die we bij de gezinnen van Abraham en Isaac niet hebben ontdekt. Ook bij Abraham en Isaac was van alles aan de orde. Maar niet de dingen die we hier in het gezin van Jacob zien. Jacob moest weg bij Laban, omdat de mentaliteit van Labans omgeving de basis vormt voor de afschuwelijke zonden die nu in Sichem plaatsvinden. Jacob heeft een mooi plekje gevonden. Hier bij Sichem is hij gestopt en net buiten de stad heeft hij een stuk grond gekocht. Het lijkt erop dat hij een poging doet zich aan te passen aan de cultuur waarin hij leeft, maar en dat zal later blijken. Het was niet de plaats die God voor Jacob en zijn familie wilde. Ook uit dit gebied wilde de Heer God hem weghebben en dat blijkt ook het beste voor Jacob te zijn. Genesis 34 vers 1. Op een dag verliet Lea's dochter Dina het kamp om haar vriendinnen te bezoeken. Dina gaat op bezoek bij haar vriendinnen in de stad Sichem. Ze gaat op pad om anderen te zien, maar anderen zien ook haar. Genesis 34, vers 2. Toen zag Sichem, de zoon van de Hevitische koning Gamor, haar. Hij nam haar mee, had gemeenschap met haar en onteerde haar zo. De zonde wordt hier met name genoemd, en dat moet ook. Tegenwoordig lijkt het wel alsof we verkeerde dingen niet verkeerd mogen noemen, en zeker niet in de categorie zonde moeten noemen. Het moet vandaag allemaal kunnen, en wij denken er vandaag anders en ruimer over. Luisteraar, dat mag vandaag allemaal waar zijn, maar het doorslaggevende is dat God het anders ziet. In wezen gaat het er niet om of iets wel of niet zou mogen, maar of wij mensen God willen gehoorzamen. Dina verliest haar status als maagd. In Deuteronomium 22, vers 13 en volgende. Geeft de heer God ook daar regels voor? Regels rond het huwelijk. Die kun je natuurlijk aan je laars lappen. Maar dat verandert niets aan het feit dat het in Gods ogen zondig en verkeerd is als een meisje voor het huwelijk haar status als maagd verliest. Het is tevens een vergrijp tegen de familie van het meisje. Genesis 34, vers 3 en 4. Hij werd hals over kop verliefd op Dina. En probeerde haar voor zich te winnen. Hij sprak er met zijn vader over. Zorg dat ik dat meisje krijg, zei hij, want ik wil met haar trouwen. Het valt op dat Sigem verliefd is op Dina en echt met haar wil trouwen. We lezen niets van een protest van Dina of eventuele instemming. Sigem probeerde haar voor zich te winnen. Stelt Sigem Dina gerust dat hij een huwelijk zal regelen. Genesis 34, vers 5 tot en met 7: Jacob hoorde al snel wat er was gebeurd, maar zijn zonen waren met het vee op het land. Dus wachtte hij tot zij terug waren. Koning Gamor kwam naar het kamp om met Jacob te praten. Tegelijk met hem kwamen Jacobs zonen terug, geschokt en boos over de belediging die hun via hun zuster was aangedaan. Dat wat gebeurde tussen Sighem en Dina had niet mogen gebeuren. Maar het is wel gebeurd en nu wil Sighem met haar trouwen. Als Jacob hoort wat er is gebeurd, wacht hij op zijn zoon om krijgsraad te houden. Ik denk dat Jacob dat niet had moeten doen. Jacob neemt geen initiatieven en daardoor ontstaat er een soort vacuüm. In dit vacuüm komen andere krachten op. Mogelijk dat de terughoudende houding van Jacob de zonen van Lea extra stimuleert tot overreactie. Immers, toen Gamor, de vader van Sichem, bij hem kwam, was het duidelijk dat hij wilde dat Dina met zijn zoon zou trouwen. Op dat moment was dat, in de ontstane situatie, misschien wel de beste oplossing. Genesis 34, vers 8 tot en met 10. Gamoor zei tegen Jacob, Mijn zoon Sichem houdt echt van uw dochter en wil haar als zijn vrouw. Laat hem alstublieft met haar trouwen. Wij willen graag dat u en uw mensen bij ons blijven wonen. Dan kunnen uw dochters met onze jonge mannen en onze dochters met uw jonge mannen trouwen. U kunt wonen waar u wilt en uw eigen leven leiden en rijk worden. Wat moet Jacob doen in deze situatie? De zonen van Jacob komen thuis en horen wat er aan de hand is. De broers voelen zich in hun eer gekrenkt. Over meeleven met hun zusje Dina horen we niets. Vermoedelijk hebben ze dat ook tegen Gamor en Sichem gezegd. Als broers doen ze mee met de huwelijksonderhandelingen. Genesis 34, vers 11 en 12. Toen richtte Sigem zich tot Dina's vader en broers. Wees zo vriendelijk mij Dina als vrouw te geven, smeekte hij. Ik zal u alles geven wat u vraagt. Ongeacht welke bruidschat of welk geschenk u vraagt. Ik zal het betalen. Geeft u mij alstublieft het, het meisje als vrouw. Gamor en Sigem doen een aantrekkelijk aanbod. Het vermengen van de families met het gevolg. Dat er nog veel meer huwelijken kunnen volgen. Maar juist op dat punt geldt een verbod van God. Juist daar liggen ook verleidingen voor het latere volk in het beloofde land. Huwelijken met de Canaanieten zijn verboden. Jacob had verder moeten trekken. Zichem is geen goede plaats voor hem. Er ligt een verleiding op de loer, vermenging met de inwoners van het land. Genesis 34. Vers 13. Toen logen haar broers tegen Sichem en Gamor, vanwege de schande die Sichem hun zuster had bezorgd. Jacob had hier als leider van de familie moeten optreden. Om te beginnen had Jacob zijn zonen moeten tegenhouden. Genesis 34, vers 14. Dat kunnen wij niet doen, zeiden zij, want u bent niet besneden. Het zou een schande voor haar zijn met zo'n man te trouwen. Langzaam maar zeker treden er verschuivingen op. Wat in de hele gang van zaken stoort, is dat de zonde van de verkrachting wordt genegeerd. Het probleem komt nu te liggen bij het verbod van God om niet met iemand te trouwen die niet besneden is. Dat wat verkeerd is, moet niet worden weggemoffeld. Het echte probleem had op tafel moeten komen. Daarover had het gesprek moeten gaan. Niemand vraagt God om raad, ook Jacob niet. Genesis 34, vers 15 en 16. De enige mogelijkheid is dat alle mannen uit uw stad zich laten besnijden. Dan kunnen wij onderling huwelijken sluiten en hier wonen. Zo kunnen wij één volk worden. Als dat niet kan, vertrekken wij en nemen haar mee. Jacob's zonen vragen de mannen van Sichem zich te laten besnijden. Zij noemen de besnijdenis als absolute voorwaarde, maar ze verzwijgen de godsdienstige achtergrond. De mannen van Sichem worden door de besnijdenis nog geen Israëlieten of vereerders van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Juist dat is het principiële punt bij een huwelijk. Dat is wat we ook lezen in Deuteronomium 7, vers 3 en 4: sluit onderling geen huwelijken met hen. Dat zou er zeker toe leiden dat uw zonen en dochters hun afgoden gaan aanbidden, en dat zou de toorn van de Heer opwekken, en Hij zou u zeker allemaal vernietigen. Het feit dat een mens naar een kerk gaat en zegt dat hij of zij bij Christus hoort. Betekent nog niet dat het ook werkelijk zo is. Naar de kerk gaan is prima en goed, maar dat alleen maakt van een mens geen volgeling van de Heer Jezus Christus. Tegenwoordig lijkt geloof voor veel mensen maar weinig te betekenen. Mensen zeggen: Er komt alleen maar ruzie van en alle oorlogen in de wereld zijn terug te voeren tot het geloof. Noem de argumenten maar. Waardoor mensen geloven als niet relevant naast hun leven laten staan of eraan voorbij gaan. Maar het is een geweldige ervaring om Jezus Christus als persoonlijke redder en verlosser te leren kennen. Niets in de wereld is daarmee te vergelijken. Als een mens de Heer Jezus Christus leert kennen en accepteert als de Heer voor zijn of haar leven, dan doet dat iets met je. Je wordt een ander mens. In Genesis 34 zeggen de zonen van Jacob: als jullie je laten besnijden, dan komt alles goed. Op een andere manier is dat precies hetzelfde als mensen denken dat als ze bij een kerk horen, een keer een gebed uitspreken, de juiste woorden en Bijbelteksten kennen, dat ze dan christen zijn. Maar dat is niet zo. Alleen als een mens zijn of haar vertrouwen op de Heer Jezus Christus stelt. Dan gebeurt er iets, dan word je door Gods genade een nieuw mens. Genesis 34, vers 18 tot en met 24. Gamor en Sigem stemden blij toe en maakten er snel werk van. Sigem was helemaal weg van Dina en dacht dat de mannen van de stad zich wel met het idee van een besnijdenis konden verzoenen, want hij was een geacht en populair man. Zo legden Gamor en Sigem het plan voor aan de mannen van de stad. Die mannen zijn onze vrienden, zeiden zij. Laten wij hun vraag hier bij ons te wonen en hun werk te doen. Het land is groot genoeg voor ons allen, en wij kunnen dan onderling huwelijken sluiten. Ze stellen echter één voorwaarde om hier te blijven: wij moeten ons allemaal laten besnijden, net zoals zij. Als we dat doen, is al hun bezit ook het onze. Laten we akkoord gaan, zodat ze zich hier vestigen. De mannen van de stad stemden in met het voorstel, en iedereen werd besneden. Een besnijdenis uitvoeren bij ongelovigen, zonder de godsdienstige achtergrond uit te leggen en te aanvaarden, is zo nep als het maar kan. Het is net zoiets als. Naar een kerk gaan wanneer je niet in God gelooft. Genesis 34, vers 25 en 26. Maar drie dagen later, toen de wonden elke beweging tot de marteling maakten, namen twee broers van Dina, Simeon en Levi, hun zwaard, gingen de stad in en doden, zonder op tegenstand te stuiten, alle mannen, ook Gamor en Sichem. Zij bevrijden Dina uit het huis van Sichem en keerden naar hun kamp terug. Nu blijkt dat alles een valstrik is om wraak te nemen. Niets rechtvaardigt deze brute daad van Simeon en Levi. Wat zij hebben gedaan is verschrikkelijk. In de grondtekst komen we de uitdrukking tegen met de scherpte van het zwaard. Het is een uitdrukking die we regelmatig in het Bijbelboek Jozua vinden. Door deze uitdrukking kan een verband gelegd worden met de verovering van het land Canaan onder Jozua. Er is echter wel een groot verschil. Bij Jozua is het op Gods bevel, en nu is het eigenmachtig optreden gebaseerd op bedrog. Genesis 34, vers 27. Daarna gingen al Jacob's zonen de stad in en plunderden haar, omdat hun zuster daar was onteerd. Nu komen ook de andere zonen van Jacob tevoorschijn. Als hongerige roofdieren rauzen ze door Sichem heen. Hier wordt hebzucht zichtbaar in het gezin van Jacob. Waar hebben ze dat geleerd? Bij Laban? Maar ook hebzucht is zonde. Genesis 34 Vers 28 tot en met 30. Alles namen ze mee: het kleinvee, het rundvee en de ezels, alles wat los en vast zat, werd meegenomen, zowel uit de stad als van de velden. Ook de vrouwen en kinderen werden gevangen genomen, alle kostbaarheden in de huizen werden buitgemaakt. Maar Jacob zei tegen Simeon en Levi: Jullie hebben mij in een kwaad daglicht gebracht tegenover de andere bewoners. Van dit land, de Canaanieten en de Pherysieten. Wij zijn met zo weinig dat ze hierheen zullen komen en ons zullen verslaan. Ze zullen ons allemaal doden. De vreedzame mannen, die in vers 21 vrienden worden genoemd, blijken koelbloedige moordenaars te zijn. De bewoners van de omliggende nederzettingen zullen zich verenigen om hen allen uit te roeien. Jacob vreest de overmacht. Hij beklaagt alleen zichzelf en is bezorgd over zijn huis. Daarnaast wordt alleen Simeon en Levi door hem aangesproken. Dat ook de andere broers hebben geplunderd, wordt door Jacob niet genoemd. Ook veroordeelt Jacob het misbruik van de besnijdenis niet, evenmin als het breken van de afspraak en de moord op alle mannen van de stad. Jacob heeft het alleen over het kwade gerucht. Dat nu over hem verteld zal worden en wijst op de gevolgen. Jacob doet het niet goed. Ook het zich verbinden met de Kananieten wordt door Jacob niet aan de orde gesteld. Simeon en Levi proberen zich te rechtvaardigen. Genesis 34, vers 31. Maar ze zeiden: Wij konden toch niet toelaten dat hij onze zuster als een hoer behandelde? Het lijkt erop. Dat de wrekers het laatste woord hebben, zelfs tegenover hun vader. Maar Genesis 34 laat vooral zien dat alleen de Heere God goed handelt, zijn eigen volk, zowel Jacob als zijn kinderen, stellen iedere keer weer teleur. Wie het recht in eigen handen neemt en kwaad met kwaad vergeld, komt in een afgrond van geweld en zonde terecht. In het Nieuwe Testament schrijft Paulus: Als iemand u kwaad doet, zet het hem dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. Probeer voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. Neem nooit wraak, vrienden. Laat dat maar aan God over. Want hij heeft gezegd: Mij komt de wraak toe. Ik bepaal de straf voor alle zonden. Romeinen 12. Vers 17 tot en met 19 Ondanks alles handhaaft God zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. De Heere God laat ook negatieve dingen meewerken om zijn doel te bereiken. Romeinen 8 vers 28 In Genesis 34 bevorderen de negatieve omstandigheden het vertrek van Jacob naar Bethel. Daarover meer in de volgende uitzending. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 0342 47 3, ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken TWR postbus 371 postcode 3770 AJ in Barneveld Dit programma werd gepresenteerd door Cor Veda en Ike André Techniek was in handen van Odin van Woerkom en wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.